Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is een beetje een aparte video, want mama is morgen jarig. Ik ben een tosti aan het maken. Maar ik maak dus op een hele rare manier tosti. Dit vind ik perfect. Ik hou er dus niet van al het smerigheid. Dus ik wil dat het helemaal... Het moet nog even. Kijk, dit is nog veel te zacht. Dit. Dus dat vandaag is vier ik dus mijn verjaardag, want ik ben morgen jarig. Alleen, ik vier het vandaag, omdat ik dan met mijn vriendinnen uitga. Morgen gaan we uit eten. En morgen gaan we uit eten, maar vanavond vier ik het dus. En zal je altijd zien, ben je jarig... En dan heb je dit op je kop. Echt leuk. Echt weer leuk. Eén van deze twee jurkjes ga ik aandoen. Deze is groen. Maar op de foto is heel irritant. Lijken die banden grijs. Echt? Ja, kijk. Kom kijk hier. Oh ja. Terwijl het is precies hetzelfde groen als de jurk. Dus dat is heel gek. Dan hebben we deze kleur. Paars. Ja, het is een beetje paarsroodachtig. Een van deze twee ga ik aandoen. Dat is van mijn nieuwe collectie. Yay. En ik zal het zo ook even filmen als ik het aan heb. De jurken heb ik dus al opgehaald. Kijk, als je het bij mijn gezicht houdt, groen. Maar ja, het is echt vervelend. Maar weet je wat dat betekent? Dat als ik foto's ga maken, dat die banden er ook zo uitzien. Dat is wel heel vervelend. Maar goed, dus één van deze twee jurken doe ik aan. Moet ik even kijken. Wel, het wordt, ik heb gisteren mijn nagels gedaan... Ze hebben me echt weer afgeslacht. Ze zijn zo niet voorzichtig aan het doen. Kijk hier, helemaal bloed. En ik heb zelfs bij mijn voet. Ik had ook een pedicure gedaan. Oh, ik ben niet scherp. Ja. Ik had ook een pedicure gedaan. En toen heeft ze veel te veel... Ze wou dus eelt schrapen. Dus ik heb gewoon een hele wond op mijn voet. Gewoon. Het doet echt pijn. Maar goed, ik ga nu even Celine naar mijn moeder brengen, want ik wil even onder de zonnebank. Dus dat ga ik even nu doen. En dan zien jullie mij zo weer. Celine, oh ik zie er echt uit. Dadelijk zie ik er beter uit jongens. Maar Celine zegt net tegen mij, mam, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe een zonnebank eruit ziet. Toch? Wat had je gezegd? Ik zei, ik denk dat het zo'n dik rond. Ja. Dikke aan een grote rond en daar een lange bank op staat. En dan naar boven gaat er zon naar beneden schijnen. Dat is hoe jij denkt. Dat is... ja. Dus ik ga jou nu laten zien hoe een zonnebank eruit ziet. Wat? Laat eens even zien de plaatjes die je ziet. Oh my gosh, dit wist ik nog. Dus het zijn... Leg jij hierin? Ja, dus het zijn zeg maar twee van die banken. En dan aan de boven en aan de onderkant zitten een soort van lampjes. Oh lichtjes. Wanneer mag ik onder de zonnebank? Pas als je 18 bent. Maar eigenlijk is het helemaal niet goed om heel vaak te gaan. Maar het zou wel helpen voor je huid. Maar ja. En had je dit gedacht? Nee. Dat vond ik even grappig. Dit kind is heel het jaar door Sinterklaasfilms aan het kijken op Netflix. Celine, kan je me vertellen waarom? Nee. Hè? Ik ben net onder de zonnebank geweest, maar ik heb een ringlamp nu, dus het lijkt net of ik helemaal niet bruin ben. Ja, nou zo zie je niks, terwijl ik ben echt heel bruin. Maar goed, ik ben net onder de zonnebank geweest en ik ging even mijn nieuwe foundation testen. Ik had heel even snel wat nodig en een vriendin van mij had deze gebruikt. Hij pakt hem niet. Nou, in ieder geval, zij had deze gebruikt. Dus had ik even heel snel gekocht op de Oosterhof in Uber zwerver mode. En ik ging dus even net testen nu en ik vind hem best wel mooi. Ik ga nu mijn haar uitkammen, want dit is letterlijk... mijn haar eruit ziet nu. Iedereen die altijd zegt, oh je haar zit altijd goed. Mijn haar kan ook zo zitten hoor jongens. Ja, dus ik ga nu mijn haar uitkammen.
En dan ga ik douchen, dan ga ik koken. Ga ik een beetje opruimen voor iedereen die komt. Nou, je ziet er top uit. Beter als mij. Oh, mijn foundation lijkt een hele andere kleur, zo moet je zien. Kijk. Heel licht nog. Vreselijk. In ieder geval, ik ging dus net naar Mandy. Mandy, laat je zien. Omdat zij mijn make-up ging doen voor mijn verjaardag. Omdat laatst hadden we een shoot en toen had ze het zo mooi gedaan. En toen zei ik, dit wil ik. Dat is Mandy. Dus ik ging helemaal naar Mandy om mijn make-up te doen. Ik vind het trouwens heel raar dat ik gewoon zo Mandy zeg de hele tijd. Want ik zeg nooit Mandy. Wat zeg je dan? Als je lang met iemand omgaat, noem je iemand toch niet meer bij de naam? Of doe je dat wel? Ik zeg altijd man. Ja, weet ik niet. Ligt er aan op wat voor manier ik haar. Ik word er ook een beetje akelig. Ik zeg toch nooit Mandy? Dan denk ze altijd gelijk dat er wat aan de hand is. Als je zegt Mandy. Zo, dit is echt. De kleur is echt heftig. Ja, maar dat is dus niet zo. Maar ik wou je even introduceren naar de kijkers. Maar goed, dus ik dacht nog toen ik thuis was. Ik dacht, ga ik echt helemaal naar Mandy toe. Om mijn make-up te doen. Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon. En nu heb ik het. En nu. Ja, zeg dat dan ook even op de vlog, joe. En dus toen heb ik net een aanrijding gehad. Dus ik kwam wel janken. Maar ik was serieus blij dat jullie er waren. Neppen. Maar ik wil het oprecht niet doen omdat ik lipgloss op heb. Moet je een beetje haar voor mij? Ik vind het heel ongeloofwaardig bij jullie wat jullie doen. Ja, want je zou nooit zo aardig tegen me doen. Maar het was me weer genoeg. Dat is niet waar. Ik ben benieuwd wat mensen te zeggen Enjoy hebben over jou. Evening. Ik ben benieuwd wat voor commentaar mensen jou geven, man. Ik ook. Ik kan niet wachten. Hey, ik denk dat je ontzettend mij zou missen vanavond. Ik ben toch wel de gangmaker van de vijf. Maar goed, weet je. Ze kiezen voor kabelen, weet je. Die moet gewoon... Nou, ik zei net al, ik vind het best wel lullig dat ze hier gewoon even komt, weet je. Ze hebben een kind in de buik, ja. Dat is dat voor reden. Weet je, is dat voor reden, maar goed. Zie je me staan, in die jongen. Met mijn dikke pants, op mijn hakken. Maar dan moet je, kijk, als je met nou... Met de hand in de rug. Kroptopje aan. Zit in de auto. Maar hoezo gaan we niet over de snelweg? Weet ik veel. Blissful 10. Echt hè, hier is Blissful, daar is Blissful. Oh wacht. Dit is een nieuwe collection hè? En dit is de verrader die geen Blissful aan heeft. Ja, die komt toch? Nee. Oh niet? Nee, oh. Zij zegt waarom gaan we niet via het snelweg? Daar zijn onze andere... Ik ben baas jongens. Oh my god. Maar die broeken ken ik wel ergens van. Is dat bij de Oosterhof? Van de Zara hoor. Oh, bij de Oosterhof is er zo'n winkeltje bij de Primark. En die heeft ook zo'n broek. Waar? Daar buiten. Ja, bij Chica. En we gaan naar? Hugo. You, ja. Mijn man is van Mayra, wordt 30. Ik ben 1 jaar ouder dan jullie. 1 jaar. Nou, minder. Ik ben 26. Maar ik word in april 27. Ja, dus met jou ongeveer een half jaar. Ik weet niet of je dat Noek, doe eens even wat leuks. Daar hoef ik niks voor te doen. Oh. Misselijk!
foto van je maken winkel. Dat staat hier. Wauw, jongens, wat leuk en mooi. Tafels, hè? Snoekie. Zijn echt gigantisch. Ook. Deze is groot, hè? Deze. Kijk uit, het is echt groot deze. Kijk uit, hè. Kijk uit dat hij niet doet hangen, hoor. Mag niet, we hebben geen tanden. Mijn moeder jarig. Ik ben bijna niet meer jarig. We zijn vandaag uit eten geweest met familie. Waarom doe je dat? Mamma mio, paparito. We zijn vandaag uit eten geweest. Je moet wat rechter, want je zit zo niet op beeld. Uit eten geweest met familie. Ik had de rest heb ik eigenlijk uitgeslapen omdat ik super laat thuis was. Ik was gisteren 6:00 in de ochtend thuis. En zij had filmavond met de ompie. En toen zijn we vandaag, heb ik mijn cadeautjes uitgepakt. Ik had van al mijn vriendinnen heb ik die Dyson föhn gehad. Die is zo top voor ons haar. Dat is echt, ik ben daar zo blij mee. Dus als iedereen die kijkt van wie ik het heb gehad, dankjewel. Dus ik heb de Dyson föhn gehad en ik had een kaart van, niet laat de kaart zien dan, van Celine. En niet alleen van mij. Ze. Van papa en jou. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ik hou van jou. Dus ik heb ook schoenen gehad. Ik vind het super tof. Deze schoenen heb ik gehad. Ik hou van jou, mama. Ik hoop dat je het een leuke verjaardag had. Kus. Ik heb een hele leuke verjaardag gehad. Het was echt leuk. Gisteren ook. Ik ben kapot. Morgen begint het weer het werken. Jij lekker naar school. Dus wij gaan lekker liggen nu. En dank jullie wel allemaal. Ik heb de huk. Ik heb de huk. Ik heb de huk. De huk. De huk. De huk. Hoi hoi. De huk. Oké, genoeg. Ja, oké, stop. De huk. 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 De woorden alweer. En dat was het. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Abonneer even op ons kanaal en geef een duimpje omhoog. Een duimpje omhoog. Doei doei. Doei.